Een bijzondere koninklijke uitnodiging op de deurmat. Voor de meesten een complete verrassing. Ja, zeker was ik verrast. Ik stond helemaal perplex. Ik denk, ja, dit overkomt je gewoon. En ja, bijzonder gelukkig. Veel zin in? Ja, zeer zeker. En het is een hele grote eer dat je uitgenodigd wordt. Dus ja, heerlijk. Ja, heel bijzonder. Dan zien we de koninklijke familie nou een keer eens. He? Hebben we ons hele leven nog niet gezien. Ja, zeer bijzonder. En ook uiteraard zeer vereerd om hier aan deel te mogen nemen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het selecte groepje Overijsselaars dat mee mag naar Amsterdam is zorgvuldig uitgezocht. Ja, helemaal goed. Dank je. Onze commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld, heeft deze mensen gekozen op hun inzet. Sommige mensen hebben zich voor de schermen ingespannen. Zij zijn heel zichtbaar geweest. En sommige mensen doen jarenlang achter de schermen vrijwilligerswerk. En op die gronden zijn ze uitgekozen. Kan iedereen mee zien? Goed zo. Lieve dames en heren. Waarom mogen jullie mee, denken jullie? Nou, omdat we veel vrijwilligerswerk in de wijk doen. Al meer dan 10 jaar. En die wijk, dat is? Patmos in Enschede. De reden dat ik mee mag is dat we vorig jaar met Achilles 12, ik ben voorzitter van de voetbalvereniging Achilles 12, ons 100-jarig bestaan hebben gevierd. En toen kwam de commissaris van de Koningin ons de koninklijke erepenning uitreiken. En zij was daar de mystery guest en dat was een zeer bijzondere gebeurtenis. Waarschijnlijk heeft dat een beetje indruk gemaakt, want dat was de reden dat ik ben uitgenodigd. Ja, we zijn oranje gezind. We hebben jaren de vorsten gelezen en zoiets. En dan kreeg ik vandaag cadeau op mijn verjaardag. Hij is vandaag 80, ja. Ik word vandaag 80. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, de kinderen hebben dat geregeld. Wij wisten nergens van, maar de kinderen hebben ervoor gezorgd. Dat mijn vader 80 werd en die wou ons een mooi cadeau geven. Nou, en dat is gelukt. Heeft u er heel veel zin in? Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb er slecht van geslapen weer. Net als de vorige keer toen ik de bericht kreeg dat ik er naartoe mocht. En nu weer. Want ja, nou is het zo spannend. Wat gaat er vandaag allemaal komen? Maar ik vind het heel leuk. Doei. Tot ziens.